Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Madelisa en ik ga je meenemen door mijn boodschappen van deze week. Ik heb ze zojuist opgehaald bij de Jumbo, gelijk vanuit mijn werk en het was haasten. Dus ik heb ook al een aantal dingen al in de vriezer gelegd, omdat ik dacht, hi, anders gaan die heel hard smelten, want het stond file. Maar we hebben het gered, kindjes zijn opgehaald, dus ik dacht, ik neem jullie mee. Dus het is vandaag maandag en ik heb voor een hele week eten gehad. Dus zoals altijd zet ik dat onder in de beschrijving neer, wat we ongeveer per dag gaan eten. Inclusief de linkjes naar de receptjes, mocht ik die gaan gebruiken. Zoals altijd wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven als je dit soort video's leuk vindt. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan gaan we beginnen met de boodschappen. Let's go! Go! Wat gaan we vandaag eten, Brooke? Broodjes shawarma. Dus we hebben shawarma vlees. En broodjes. En broodjes, pita broodjes. Helemaal goed. En eten we morgen. Is dat morgen? Ja. Dan eten we risotto met, wat zijn dat? Garnaaltjes. En? Sla. Dat is geen sla, zit er tussen verstopt. Kan je het zien? Bloemkool. Bloemkool zit er tussen verstopt. Hier heb ik een receptje van, dat zal ik onderin linken. Dan eten we woensdag, wat is dat? Nee, niet die. Deze. Wat is dat? Macaroni. Met gehakt, Italiaanse groenten en rode saus. Deze? Ja, want woensdag moet Logan zwemmen, donderdag moet jij zwemmen. En wat gaat mama dan klaarmaken? Paprika chips. Nee, niet paprika chips, nacho chipjes. Dat doen we met gehakt en paprika en crème fraîche en ook geraspte kaas uit de oven. De chipjes uit de oven eten we dan. En dan op vrijdag eten mama en Pascal, want jij bent dan bij papa, varkenshaasje met aardappelkroketjes en een broccoli. Broccoli. Ik wou wat eten. Oh, doe ik het de volgende keer voor jou bestellen. En zaterdag eten we altijd friet met snacks en op zondag waren we van plan om weer eens een keer ouderwets uit eten te gaan, nu het kan. Wat hebben we nog meer? Weet je wat dat is? Olijfolie. En cola. Cola en Crystal Clear heb ik gehaald om lekker te drinken. Dit is sla. Voor bij de pita broodje bijvoorbeeld of voor tussen de middag. En we hebben boterhammenworst. We hebben deze. Twee boterhammenworst. Er zit een random pakje bacon bij in plaats van grillworst. Maar dat geeft niet. Komt vast wel op. Deze worsten. En we hebben ook hagelslag. Vruchthagelslag, lekker. We hebben boter. Voor op de boterhammetjes. We hebben kaas. Deze kaas is voor mij, deze is voor de andere. En we hebben deze koekjes. Deze en. Bastonjes, dat was een pakket, kon ik er twee en dat was dan een setprijs. En we hebben. Ik heb trouwens ook vier van die pakken voor Brooke, ik weet niet waarom, maar. Ik heb er ook voor mama heel veel en ik vind het heel veel, dus ook heel veel van deze. Die vind jij ook lekker toch? Ja, en we hebben voor ons, want deze waren op, want ik wou het toch gaan. We hebben er twee van, twee verschillende. Reepskoekjes en luchtenkam, zwart sterretje en wit sterretje. Ja. En je moet ze aan deze kant openen. Ja, dit is een drukgaatje, hè? Dan kwam ze net achter. Dus we hebben lekker de Prins Mini startkoekjes. Ik was er vandaag niet achter. Ik was er al een keertje vandaag. Oh, je wist het al. Maar hun doet steeds van op en zo. Oh. Nou, en ik heb dus vier pakken beef jerky. Deze keer wel allemaal original gekregen. Kijk, aan dit streepje, daar moet je op drukken. Want dan gaat het makkelijk open. Oké, gaan we straks doen. En we hebben koekjes, vrienden. Koekjes rommel naast de bestoeien koeken nog. En daar staat popcorn. Ja, het is een soort van. Het was ook in de aanbieding met het zakken chips. En hierachter staat. Ik geloof dat je als je voor 12 euro chips bestelt, dat de verzendkosten gratis waren. Ja, dus we hebben gewone en we chips. We hebben een zak voor chips. We hebben deze chips. We hebben deze. Hey, je weet toch niet wat deze is? Deze. Deze hebben we.
Ja. Hier 3 en hier ook 3 en hier ook 3 en hier ook 3 en hier ook 3. Ja. Maar het was dus €12 voor de chips en dan was die verzendkosten gratis. Toch, nou, dat kan geen kwaad. En deze zaten dan ook bij, het zijn een soort van potchipjes. En er zijn ook blauwe. Sweet en salty. En dit is alleen maar zeezout. Dus die kunnen we dan proberen. Maar het zijn volgens mij wel aangename macro's, als ik het zo en zie. En we hebben... Dit is voor... Even wachten, Brooke. Dit is voor 30 gram. Dit is 140 calorieën. Dus volgens mij... Dit is al meer dan 30 gram en dit is 85 gram. Maar het valt dus wel mee. Dus we gaan het gewoon proberen. Popworks heet het. We hebben fruit. Wat is dat? Frambozen. Goed zo. 2 doosjes frambozen. Blauwe bessen. Druiven. En dan heeft mama nog wasmiddel. Blauw. Dit is voor de witte was. En voor de zwarte was. De zwarte was en voor de witte. Ja, en dan heb ik hier nog wat random dingen staan die ik al in de vriezer heb gedaan. Waaronder twisters. Twisters. Zien die er goed uit of niet? Ja. Met ananas en aardbei en melk. We hebben de festini ijsjes. Nee hoor, mama is allemaal in de vriezer gedaan. Peer en aardbei festinis. Calippo's. Oh, en ik heb nog Ola raketjes ook gewoon. Maar die heb ik gewoon in de doos al in de vriezer gedaan. Je weet hoe ik raketjes eruit zien. En ik heb 3 van die pakketten, die heb ik ook in de vriezer gedaan. Voor de honden. Ja, dus er staat 1 hier en er staan nog 3 in de vriezer. Want morgen komen we de rollen vlees. En dan kunnen ze het lekker eten. Donetje. Dus het was weer een heleboel. Ik heb nog niet genoemd hoeveel het was. Maar het was €156,30. €31 officieel. Dus een heleboel centjes. En ik had maar 1 kratje, 4 flessen en 4 tassen of zo om in te leveren. Dus het was ook best wel veel statiegeld nu. Want ik heb nu 3 kratten en 4 tassen volgens mij. Dus ik ga het allemaal lekker opruimen. En dan gaan we lekker broodjes zwarma eten. Want het is ondertussen 5:05. Hoogste tijd om aan het eten te beginnen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als dat zo was, geef deze video een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet bent. En dan wens ik jullie een heel fijn weekend. Tot in de volgende video. Doei!